is dat wat minder. Wat vond je eigenlijk van de wedstrijd? Het was een lastige wedstrijd. Zij begonnen met heel veel druk. Het publiek dat daarachter stond, dat we op het begin wat moeite mee. We kwamen eigenlijk op voorsprong. En daarna probeerden we het door te trekken. Maar zij kwamen heel snel weer met de 1-1. Toen was het een fase waarin zij weer wat beter waren. Kwamen wij weer terug. Hadden we ook een aantal mogelijkheden. En in de tweede helft geven we gewoon in 2 minuten 2 goals weg. En dan is het heel moeilijk om weer terug te komen tegen dit NAC. Ik vond het wel een wedstrijd waar wij ons eigenlijk ook goed manifesteerden vanavond. Een wedstrijd waar wij ook onze kans hebben gehad. Een wedstrijd waar NAC misschien een klein beetje beter is geweest. Maar ook effectiever in hun afmaking van de kans. Waar ontbrak het dan bij de ploeg? We zijn een jonge ploeg en daar ontbreekt natuurlijk ook aan ervaring. En zeker als je voor de goal bent. En op het moment ook dat we 3-1 achter stonden, hebben we ook 100% mogelijkheid gehad om even op 3-2 te komen. Daar hebben jongens gewoon keihard voor gewerkt om dat ook te kunnen bewerkstelligen. Ja, en dan straf je jezelf om dat niet afmaken. Ik denk dat we gewoon te makkelijk waren. Op momenten was het gewoon, zag je gewoon dat we tegen ervaardere spelers speelden. En maakten we onnodige foutjes af en toe en zij straffen die af. Hoe zou je het eigenlijk anders willen doen volgende week? Goed beginnen. Goed beginnen aan de wedstrijd en laten zien waarvoor we hier komen. Hoe reflecteert u terug op de eerste speelrondes van Jong FC Utrecht? Op eerste speelrondes? Nou oké, we weten gewoon dat we nu een groep hebben. Dat we een jonge groep hebben. Heel veel spelers gewoon die nog aansluiting op betaald voetbal moeten vinden. Dus in die zin kan ik ze alleen maar compliment geven hoe ze tot nu toe hebben gedaan. We begonnen natuurlijk niet best tegen de eerste wedstrijd. En daarna werd het spel wel beter, maar het resultaat zat niet mee. En ik denk dat we in een goede fase zitten voetballend. En dat wij nu gewoon de kansen af moeten gaan maken. En dat het dan wel naar onze kant toe komt, zeg maar. Wat volgt u verder van de ploeg voor het restant van het seizoen? Nou, we groeien natuurlijk. Ik verwacht gewoon dat ze alleen maar beter worden. We hebben wel kwaliteit, denk ik wel, in het elftal. Alleen, die moeten gewoon ook natuurlijk betaald voetbal ervaren. In de jeugd hebben ze gewoon natuurlijk tegen andere niveau gespeeld. En voor hun is dit ook even nieuw. Ik denk dat we het wel kwaliteit wel hebben die zich gaat ontplooien dit seizoen. We zijn een ontwikkelingsploeg. We moeten gewoon zorgen dat wij onszelf ontwikkelen. Dat we uiteindelijk ook wedstrijden gaan winnen, want dat hoort bij ontwikkelen. En dat we zo als team groeien en nog punten gaan pakken dit seizoen. Keep it in the zone.